let you know that you don't have to go. Don't wonder no more what I think about you. If it's loving that you want, then you should make me your girl, your girl. If it's loving that you need, then baby, come and share my world. Dat wil ik even een tutorial kijken. Nee, die ene, die eerste, die was goed. Deze is een beetje. Maar die ziet er niet mooi uit dan de vorige. Nee. Hij is ook wat langer. Nee. Wat nee, jawel hoor. Die is lang, zo. Met die van mij ook. Ja, was die ook? Ja, goed? Hij was helemaal lang, die flap. Dus dan blijkbaar moet een hij. Wat minder. Oké, we gaan gewoon naar de lobby en vragen of die man het voor me kan. Wacht, ik wil het één keer proberen, mag dat? Niet de hele tijd aan mijn handen trekken. Zo. Ja. Dan ging hij. Dan ging hij. Wacht, niet doen. Ik moet ja, doen. Maar het zit toch niet recht op mijn hoofd. Kijk. Zo. Deze draait hij dan. Ja. Ging hij draaien. Kijk. Maar kan het dat die van hem zo? Maar die van hem dik is, hij is die van Bol. Dit is wel. Ja. Ga gewoon zo. We hebben het gewoon één keer proberen. Schat, die achterkant blijft even blijft kort. Snap je? Hij blijft even kort. Niet de hele tijd aan trekken. Ik zei, wil het gewoon even één keer proberen. Mag dat of niet? Ja. Blijf eens van nou, ik moet het toch? Ik ga het gewoon mijn fikken doen. Jeetje. Ja, die gaat er overheen. Yes. Deze moet weer erin. Nou, is die approved of or not? Ik denk dat die mensen die hier vandaan komen, die het zien, die denken, amateurs. Ik ga gewoon die man vragen. Oké, maar stuur me even een snap als hij het heeft gedaan, ja? Want ik wil. Oké, maar laat hem even goed zien. Goedemorgen jongens, het is een nieuwe dag en ik ben even ontbijt aan het maken voor Dab en Kenji. Oh, wat is dit? Ik zou bijna die brood in dat broodroos vergeten. Wauw. Ja, ik wil eigenlijk tacos maken, maar toen was ik vergeten dat ze de paprika hadden afgepakt bij de winkel, omdat we het niet hadden gewogen. Die broodjes hier zaten echt super klein, dus ik heb er 4 gedaan. En een groter eitje. Gooi ik er dan zo op. Ik ben opgemaakt en omgekleed. Dit is mijn outfit. Ik heb eigenlijk bijna alle kleren die ik hier draag bij de boehoe gehaald. En ik vind deze echt mooi staan. Als die zeg maar hangt, dan zie je niet eens dat ik een buik heb. En de slippers van Primark voelt zijn nog steeds dik en opgezollen. Ik neem wel mijn haarklemmetje mee, want ik weet niet of ik mijn haar heel dag los wil dragen hoor. Maar deze jurk is echt heel cute, alleen hij staat aan de achterkant open. En dat haat ik, want ik heb gewoon vetrollen achter. Maar ja, dus daarom even kijken of ik mijn haar loslaat of niet. Ik heb het weer gesteld, want ik had dus gisteren krullen erin gedaan. Maar die bleven niet zitten. Omdat die bundels, die zijn gewoon straight. Dat is ook van de Sunglaze Hairline. Echt zo mooi dit haar. I love it. Wat wel echt irritant is, is dat ik elke keer om 10 uur, 9 uur wakker word. Ga klaarmaken. En vervolgens slapen de video. Dan kent je echt kapot lang. En dan moet ik heel lang op hem wachten. Nu ben ik echt chagrijnig. Dus ik wil eigenlijk naar de Sephora gaan. Gewoon in mijn eentje. En toen zei ik van ja, moeten wij naar thuis blijven. Dus nu zijn ze lekker snel aan het opkleden en douchen. Dus hoop ik gewoon binnen nu en een half uurtje weg. Dit uitzicht blijft gewoon echt prachtig hoor, als je net wakker bent. Nou, daar is hij hoor, eindelijk. Dat je een parfum loopt te verstoppen. Ik wil naar Chantal aan het zoeken. Dus jij bent gierig voor je parfum. En ik neem jou mee naar Dubai. Wat een verschil, hè? Wat? Ik mag niet eens een paar keer zijn parfum spuiten, maar ik neem hem wel mee naar Dubai. Groot verschil, hè? Ja, maar jij bent ook wel echt irritant, hoor. Je loopt de hele tijd te poepen op zijn wc. Je maakt de deur open terwijl hij slaapt en dan zet je crème in zijn gezicht. Dus ik begrijp wel dat hij de deur op slot doet en ja, ik ben gewoon irritant. Nou, jongens. Ik ben een hartstikke vervelende stoute broer. Kijk, daar gaan wij straks naar de jetski, jongens. Filmers, daar zien jullie die boten. Alle boten aan. Alle boten verzamelen. We zijn nu even bij de Marina Mall. Want hier is een Sephora en daar moet ik natuurlijk wel even langs zijn geweest. Als ik in het buitenland ben, ik wil die
blush van Rare Beauty proberen? Ik kan niet mee. Hoezo niet? Dat was alibi, man. Het is heet, ik heb mijn haar vast gedaan hoor. Wat een uitzicht, jongens. Jetski ga je echt ook op het grote water hebben. Ja, maar hij heeft ook net op een jetski gereden. Ja, bro, ik moet nog eens even leren. Ja, even. Je wilt hem op de grote zee sturen, maar. Wel veiliger. Pas ik niet in grote heimat. Nou, ik kan natuurlijk niet jetskiën omdat ik zwanger ben. Ik heb helaas in mijn leven nog nooit gejetskied. Dus ik zou het wel echt een keertje willen doen hoor. Het zou niet goed gaan hoor, met vonk op de jetski. Nee, klets! Ik weet hoe hard jij gas geeft met alle apparatuur en zo. Je hebt al je rijbewijs gehad bij een pakje boten. Op een jetski gaat het niet goed. Nee, inderdaad. Dus ik ben hier om hun content te maken. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken. En dan zien we jullie straks weer. En ik wou naar de Sephora, maar Davinho besloot zomaar op het strand te lopen. Dus dan straks gaan we nog wel naar die Sephora hoor. Ja, ja, ja. Ja, oké. Okay. Dat witte gezichtje van. Even ogen dicht. Wat doe je dan? Je weet toch die Surinaamse moeders die insmeren met vaseline? Ja. Doe je ogen dicht mee, boy. Hai. Hai, je bent klaar. Brrr. Klaar. Zo doe je dat. Safety first, bitch. Oké, hoe moet je dit nog filmen? Staat je wel sexy, hoor. Ja. I'm your lifeguard. I'm gonna rescue you for your life. Nou, ze krijgen nu even uitleg van waar ze niet mogen vliegen en al dingen. Ik ga nu een jetski pakken. Daar gaan ze hoor. Narco, got dope like Pablo. Pablo, cut dope like Pablo. Cut dope, chop trees with the Draco. Draco, on and off, got Diego. Diego. Say, I'm still a wiggle. The wiggle. We'll be in rapping Kilo. Yeah. Snub nose with potato. No monkey in the jungle, blind hot like a sauna. Bouncing off and we're trying to weep an anaconda. Jumping in the water, trying to sleep across the water. Got sea cars out, got me beat by a piranha. Out, bag of money, knew I gotta have it. Savage, but I'm still a gentleman in Cali. Atlantic, nigga turn them in about the cabbage. Kill his whole family, if you run up with the package. I just put a pack on the way to Bogota. Fuck his ass out, and I'm telling what he saw. I'm gonna watch y'all, I don't know if he'll talk. Watch y'all, chainsaw and I'ma saw our legs off. They know that we're a gang, but they said that we'll ring. Investigating, taking pictures of the whole team. Got a couple drinking, who's sneaking. Nou, we zijn nu bij de Cheesecake Factory en ja, veel mensen hebben deze aangeschreven en zeggen hier moet je echt naartoe gaan. Maar ik had net op Snapchat gezet, nou omdat jullie ons hebben aangeraden zijn hier naartoe gegaan. En de eerste reactie die ik heb is jullie gaan echt spijt krijgen. Ja. Maar ik heb een passie voor de drink gehaald, mojito. En rijst met kip in een onwas. En ik heb deze mango strawberry. Mag ik proeven? Wel lekker, hè? Ja, het is wel lekker. Mm-hmm. Mm-hmm. Deze mojito is ook lekker. Wil je proeven? Niet gelijk alles opdrinken. Het is wel echt lekker, hoor. Nou, we hebben de Jamaican Hoe was die naam ook alweer? Jamaican banana lekker. Black Jamaican shrimp of zo is het, maar we hebben met kip gedaan. Ziet er leuk uit. Ik zeg jullie eerlijk jongens, het doet bij je valet parking. Kost 50 dirham, 10 euro, iets meer dan 10 euro. En dan brengen ze en komen ze auto gewoon halen. Heerlijk. Mag toppie. We zitten nu in de auto. Het was best wel kort bij het strand omdat we een berichtje kregen dat we naar de Sahara kunnen. Want Daf en Kenji die gaan quad rijden. En als het goed is kan ik gewoon bij de begeleiding achterop. Want die rijdt natuurlijk een stuk rustiger dan Davinho. Ik denk als ik bij hem achterop zit dat onze kind er zo uitvloept. Dus ik ga gewoon lekker achterop. En dan ga ik met de drone een beetje filmen voor... Daf en Kenji proberen een beetje mooi beeld te maken. Maar het is wel moeilijk hoor, want met die jetski ging ik ook proberen beeld te maken. Maar omdat we zo snel gingen, is het echt moeilijk te volgen. Ik kreeg trouwens op Snapchat heel vaak de vraag waar mijn jurk vandaan komt. Die komt gewoon van de boehoe. Maar ik heb geen link, dus ja, hiermee moeten jullie het maar doen.
that ma'am, this is face cover, this is sun protection. Yes. Put it so. Ja. Jongens, kijk eens met wie we zijn. De grootste baas uit Dubai. Kunnen jullie raden wie dit is? Geen die het goed heeft? Krijg een banko van mij. Ja. 50 euro. High volume. No more what I think about you. If it's loving that you want, then you should make me your girl, your girl. If it's loving that you need, then baby, come and share my world. If it's loving that you want, come and take a walk with me. Nou, het rijden in de desert was echt superleuk. We zijn nu even in de mall, want ze hebben dus Nando's die je in UK hebt. Heb je ook hier in Dubai. Dus we gaan nu even eten zitten. Chicken noodle. Japon, en de milkvies. Dat is lever. Ik had net een paar video's gedeeld op Snapchat van safari rijden, dit is geen safari, de desert rijden. En heel veel mensen vroegen waar ik die activiteit heb gedaan. Ik zet even hier zijn Insta-naam waar je in de desert kan rijden. En ik zet ook even een link in de beschrijving. Dus ga het sowieso checken. Het was een hele leuke ervaring. De buggies waren echt heel erg veilig. Ik krijg zeg maar zo'n belt en ik dacht van ja, als ik zwanger ben dan kan ik er helemaal niet in. Maar dat is ons ja, tegendeels dus bewezen, het kwam wel. Goedemorgen, ik ben net wakker. Ik was vergeten gisteren de video af te sluiten omdat ik zo moe was. Ik heb nu even taco's gemaakt, iedereen slaapt nog. Ik ben vandaag met onze goede taxichauffeur van Pakistan. Hello my brother. Salam alaikum. Salam. How are you? Good. This, I'm good. This is our driver for today, and I'm telling now in English because we have a lot of English followers. We're driving to the beach today, and our very good Pakistan driver drive us now. It's a lot of traffic today, so our driver cannot be fast and furious today, but there's no problem. En nu neem ik het weer over, dus daar gaan jullie weer. Ciao, ciao. Jongens, ik heb geen make-up op. Omdat we eventjes naar het strand gaan. We zouden eigenlijk om 8 uur al gaan. Maar wie was alleen om 8 uur wakker? Ik natuurlijk. Dus toen had ik snel eten gemaakt voor Daf en Kenji. En ja, ze zijn alle twee gewoon heel lui. Dus het is nu inmiddels 10:30. Dus ja. En daarna gaan we naar de jacht. Daar heb ik echt zoveel zin in. Vorige keer zouden we eigenlijk, ja, we zouden eigenlijk woensdag gaan. Maar door slecht weer op zee konden we niet meer gaan. Dus gewoon vandaag. En daar heb ik echt heel veel zin in. Ik denk, nou vandaag ben ik ook echt helemaal dood nu naar het strand. Ik moet eerst even alleen geld tillen dan. Voor wat? Voor die boot, maar dat kan daar toch, want daar is ook Sephora en dingen. Ja. En gisteren zouden we naar de Sephora gaan en toen besloot Davine opeens naar het strand te lopen. En toen zijn we nooit meer teruggekeerd naar de Sephora. Dus ik wil vandaag eigenlijk wel echt gaan. Als schat, altijd als op vakantie zijn. Ja. Wil je voor een paar honderd euro aan Sephora, maar wat is daar zo speciaal aan? Ik snap het niet. Kijk, sommige dingen
begrijp je en sommige dingen begrijp je gewoon niet. En ik denk dat dit zo'n ding is dat jij gewoon niet gaat begrijpen, ook al leg ik het uit. Maar, als je probeert eens uit te leggen waarom. Nou, bij Sephora verkopen ze zeg maar internationale make-up die je in Nederland niet kan kopen. Mm. En het zijn meestal ook goede, bijvoorbeeld die Fenty van Rihanna, die koop ik altijd daar. Mm. En ik wil ook Rare Beauty uitproberen van Selena Gomez. Is dat? Dat zeg ik toch, Selena Gomez. Maar is dat niet gloss of zo? Nou jongens, we staan op het strand. We zaten eerst op de bedjes. Ik dacht van nou, is misschien 10, 20 euro per bed. In totaal is het gewoon 86 euro. Oh, ga jij op zo'n bedje dan? Dan kan je gewoon die paracetamol. Paracetamol? Ik ga gewoon één bedje voor jou. Nee joh, nee, hoeft niet schat. Ik lig gewoon hier. Je kan toch niet hier in de zon op de grond liggen? Jawel. Daar is een strand toch voor? Kijk, allemaal andere mensen doen het toch ook? Ja. We zijn nu aan het klaarmaken voor straks op de boot. En ik ben geslaagd bij de Sephora. Ik heb gelijk twee keer de concealer gehaald die ik altijd gebruik van Fenty. Ik heb eigenlijk altijd nummer 410, maar die hadden ze niet. En 400 had een hele donkere ondertoon. En ik vond 380 er best wel op lijken. Ik heb de baking powder van Huda Beauty gehaald. Heel veel mensen hadden me die aangeraden, dus ik had er zo'n nieuwe nodig, want die banana powder W7 is echt niet goed. En ik wil eigenlijk die Rare Beauty blush halen, maar die hadden ze niet, dus heb ik die ook voor Huda Beauty gehaald. En ik ben benieuwd hoe deze producten zijn. Besef, dit bij elkaar was gewoon 130, 140 euro. Echt vet duur voor deze paar dingen. Ik ben bijna klaargemaakt. Ik zeg jullie eerlijk, die blush stick. Ik weet niet of ik het goed heb gebruikt, maar ik vind het niet heel mooi of zo. We zitten nu in de taxi. We zijn aangekomen bij de Dubai Harbor. Dat is zeg maar de plek waar al die jachten gaan, meren. En je kan hier ook skydiven. Dus het is wel super leuk. Waar die artiesten gewoon naar Dubai gaan om een mooie videoclip te schieten. Gaan wij Ik zit hier zo op een jacht. Ik heb echt dikke pika's gemaakt met die Jacques Mou petje, hoedje. Dieft die gewoon in het water. Kijk, ik heb gelukkig nog een paar goede pika's kunnen maken. Ik weet niet of je... Nou, het is te donker te zien. Ik heb nog wel even een paar goede foto's kunnen maken, maar... koude hoedjes in het water gevallen, man. Dat doet wel even pijn, hoor. Ik had het nog expres voor op vakantie gehaald. Barkie, hè? 100 euro. Zo in de water getiefd. Nou, nah, joh. Hè? Nu breng ik een klomp. Dit ding zie ik dus echt overal als het gaat om Dubai. Dus ik vroeg net, wat is dat ding? Maar het heet dus de Burj Al Arab. En het is de most expensive hotel in Dubai. Dus hier gaan we sowieso niet naartoe. Met mijn Barkie 5 voor mijn appartementje. Maar, good to know. Dat dit dat is, zeg maar. Ik zie het wel veel. Als je zeg maar Dubai opzoekt, zie je vaak dit hotel, zeg maar. Wow. The waves. En gekke golven. Oké, jongens. Maar hier stoppen we de video even. Want ik dacht, we gaan gewoon lekker op een jacht. En het bleek dus een van de mooiste momenten uit mijn leven te worden. En voor de mensen die het hebben gemist op internet, ik denk niet dat je het hebt kunnen missen. Maar, ja, hier komt het, hier komt het, hier komt het. You now that I need you.
paddle boat. Oh, dat teken niet. Oh ja, dat mag ik niet meer doen, hè? Ritten. Nee, kan je daarmee stoppen? Nou, ik ben nu officieel verloofd, jongens. Wauw. Liefste filmpje eigenlijk. Wat is ricotta? Ik ga hierna even een video erin zetten. En nu ga ik officieel de ring die ik van Davy heb gekregen voor mijn allereerste verjaardag. Ik zei tegen hem, deze gaat pas af, want hij vond het lelijk. Ik zei, deze gaat pas af. Als ik ooit een trouwring van je krijg. Dus nu gaan we officieel ontvangen. En mijn verlovingsring. Yeah. Of course you're waiting. Kijk hoe mooi die is, hè. Job. I have to look first. Oh, gaat die open. Oh, wauw. En remove the ricotta pasta. Wauw. Oh, I need to film this. 3, 2, 1. Wauw! We zijn nu in een restaurant, het heet FOMO. En je hebt hier ook echt een hele mooie view. Ik ga je laten zien. We gaan hier eten. Wat is dit je view? Wauw. Hey jongens, het is alweer de volgende dag. Ik ben gisteren helemaal vergeten af te sluiten, omdat... Ja, door alle opwelling, alle berichten. Davine heeft ook letterlijk niemand verteld. Dus mijn moeder wist het ook niet. Helemaal niemand. Dus ik heb echt... Mijn telefoon was echt ontploft. Maar ja, ik vond het heel leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag om 6 uur weer bij een nieuwe vlog. Later!